Schoolgebouwen zijn vaak niet meer bij deze tijd en vaak ook niet duurzaam. De gemeente Groningen trekt daarom de komende 3 jaar 200 miljoen euro uit voor de renovatie en nieuwbouw van 22 scholen. Zo worden op scholen waar veel kinderen met een onderwijsachterstand zitten, de lokalen groter. En er is geld beschikbaar voor basisscholen waarvan veel kinderen naar het praktijkgericht onderwijs gaan. Scholen zijn toch verouderd, gemiddeld genomen. We hebben de afgelopen jaren ook goede resultaten geboekt, bijvoorbeeld in de Oosterparkwijk of in Haar of in Ten Boer. Mooie nieuwe scholen opgeleverd, maar we willen de komende jaren daar een tandje bij. Dus we willen sneller, we willen ook duurzamer, dus we willen uiteindelijk energie-neutrale gebouwen neerzetten met een prachtig groen schoolplein en ook socialer. Want we hebben besloten dat we met name in de noordelijke wijken, op plekken waar veel kinderen zitten die wat extra hulp kunnen gebruiken, we extra ruimte beschikbaar stellen voor de school, zodat ze invulling kunnen geven aan een verlengde schooldag, aan begeleiding. En dat doen we ook voor praktijkonderwijs. Er wordt ook geïnvesteerd in het voortgezet onderwijs, zoals het Augustinus College, het Gomarus College en het Parsifal College. Ja, dat gaat om duizenden leerlingen die of nieuwbouw krijgen of verbouw van hun huidige gebouw. Ja, dat betekent dat als we een pand gaan verbouwen en dat die leerlingen allemaal tijdelijk op een andere locatie les moeten krijgen. Dat wordt een hele puzzel, dus we zullen ook op zoek moeten naar tijdelijke huisvesting in de gemeente. De scholen zelf leveren ook een bijdrage. De gemeente die staat voor nieuwbouw en voor grootschalige renovatie. De schoolbesturen die zorgen voor dagelijks onderhoud. Dus wij gaan echt op dat aspect zitten. Daar stelt de gemeente geld voor beschikking. Krijgen we ook geld voor van het Rijk. En daar investeren we dan 200 miljoen in.